Benut Kovijn deze kans en maakt hij zijn strafschop. Ik heb nog nooit van mijn leven een panel gescoord. Lukt hem dat in zijn eigen Groningen? En Frank? Wat ga jij zo meteen doen? Ik ga... Ja. Voor het eerst keepen, maar of dat een goed idee is... We gaan het zien. Kijken of hij de nul kan houden voor ons. Timo Miedema gaat vlaggen. Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet dat achter de man buitenspel is. Ja. Super. Knotsgekke wedstrijd. In de sneeuw en met een echte eredivisie scheidsrechter. Deze. Hartstikke leuk om te doen. En toen gingen we met alles in het Grunnings down. Daar hebben we een goede dag. We hebben alle mooie mensen hier in het hoge noorden. In de rust het gekke koeienverhaal van Marwan. Een koeienpoot in mijn gezicht. En er zijn hele bijzondere celebrations. Het wordt een leuke video. Nou, ik kan met zekerheid zeggen dat dit toch wel een van de diepste punten in mijn hele leven was. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Here we go! Zijn er. VV Engelbert. Waar de fans hun helden in het echt zien. Mijn eigen goede doel, we moeten er een paar kilootjes af. Kerstkilootjes en die oliebollen nappen flappen. En dus eet Roy vlak voor de wedstrijd dit. Amand Grunnings hier al. Goeiedag. Goeiedag. Er worden heel veel zeikers verwacht. Welkom in Noorwegen. We zijn in het verre, verre noorden. Het was een donkere zaterdag in januari. En het is takkenweer wanneer spelers elkaar ontmoeten in Engelbert. Leuk je te ontmoeten, man. Hey. Ja, leuk. Stijn. Jij. Ja. Joris. Als je hoort haha, dan weet je golazo. En ik praat niet veel, we gaan 2 of 3 gaten. En dan gaan jullie praten. Sorry broer, ik ben weg. Je moet liken. We bij elkaar, we hebben op. Zegt Roy de coach tevergeefs tegen zijn spelers. Dat werkt niet. Hoe beschrijft Frank VD de warming-up? Gecoördineerd. En gaat de kleine Jasper nou keepen? Ik ben nu coach of ik iedereen bij elkaar krijg in de groepswarming-up. Dat is nog nooit gelukt. We gaan het proberen. We maken gewoon een goede stappenplan en dan lukt het wel. En kijk ze in stappen dan. Ze luisteren, dat is toch uniek? Ik ben zo blij. Oh, niet allemaal. Roy, je mist de warming-up. Je moet subscriben. Dus als je dat niet gedaan hebt, slechte zaak. Doe het. Het is 6 januari en deze spelers heeft Roy geselecteerd en deze komen zo het veld op voor bijna 1000 uitzinnige fans en vele camera's. En dat kan ook nooit normaal, maar dat is prima. Dat maakt de wedstrijden van Creators FC zo leuk om naar te kijken. Deze fans en spelers trotseren de kou. Hoe gaan we weer? Daar een geile beer die bever blijkt te zijn, de Engelbert-mascotte. En mocht u dit vermiste kind hebben gezien, laat het ons weten. Hier een profielfoto van de ontvoerder. Daar de iets te laatkomers en brandweermannen, ventieldopjes, aandrijffabrieken zorgen ervoor dat de fans veilig warm blijven. En onze aardrijkskundemeester blijft zo warm. Shout-out naar Joshua! Dan een geweldige sprint van Timo, waarmee die Frank nog net inhaalt voor de line-up. Hier staan Roy, Frank VD, Timo Miedema, Konijn Kalfijn, haha Emilio, Arsenio Sebas, Ricky is watching you, meester Roy, Jasper Fit komt daarna, dan hebben we Rijn, Robin, oftewel Arby, Marwan en dertiger Noah Nul. Twee dames worden rechtsonder ingezet ter afleiding en Engelbert probeert het met intimidatie. Hier een Groningse haka die op de creators afkomt. De gemengde teamfoto dan en er zijn zorgen bij Kalfijn. We hebben een speler zonder conditie. En we hebben een overdressed aanvoerder bij de tegenstander en een bijzondere scheids. Eredivisie scheidsrechter Jochem Kamphuis. Wat ga je kiezen, groen of blauw? Ja, wauw, zou ik doen. Zo! Hey. En dan dit moment voor een jong lid van Engelbert die na een ongeluk in coma ligt. Heel veel sterkte voor hem, voor zijn familie en voor zijn vrienden. Jullie reacties in deze video komen van dit account. Volg het en laat wat achter. Oké, laat je comment achter in de video en dan zie je die misschien de volgende video. En holy moly, Arby wordt gelijk aangepakt en dat blijkt later serieuze gevolgen te hebben. Zou die nul nu eindelijk eens lukken? Gelijk hoog druk zetten door de creators, ik vind het helemaal mooi. Jasper Fit, vriend van Robbie van de Bankzitter, zet de turbo erop. Dan komt er een voorzet met links. Goed, en daar komt Sebas, die vooral als een vis wordt gevangen in dat net. Net niet dus, maar ook weer net wel. En Jasper heeft zijn gear niet op orde. Ja, kijk, dit is nou weer echt gewoon zo weer typisch. En hij maakt er een hele modeshow van. Hier is VV Engelbert voor het eerst over de middenlijn. Daar komt het vuurwerkschot. Nou ja, een losse flodder is het meer.
dit is maar weer het bewijs dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Haha, Emilio kan wel nog jaren door. Wat een leuk hakje. De voorzet in de richting van Calvijn en... Oeh! Die gast met die slangert zat net wat eerder met zijn hoofd tegen de bal dan Kelvin Boerma. Jasper dan. De topscorer van Creators FC over 2023 komt dat schot! Wat een beauty! Dat schot dan. Heerlijke goal na 5 minuten. Ik was een hele fijne aanval en ik raad hem goed. Wie wil je bedanken? Ik wil moeder bedanken. Ja! Ja! Ja, sorry Robbie als je kijkt. Want Jasper heeft nu een goal meer gemaakt dan Robbie. En Noah doet altijd een su na creators goals. Dus Edward edit hier even in. Bij deze, Noah. Wat enthousiasme, dankjewel. Maar dan gaat de beuk erin bij de Gunningers. Rijn is het slachtoffer van deze gast die een installatiebedrijf heeft. Jezus, wat een torpedo! Zegt Kelvin die een zendertje op heeft en zelfs de sterke Jasper Vet wordt omvergekegeld. Wat ben je ontdown hier, Jochem? Wat domme zeg, hé. Dit is toch gek werk, mijn jong? Gekker werk is ook deze mattie-achtige sliding. Rijn ontsnapt aan die aanslag, maar daar komt de volgende Grunninger en boem! Scheids, kom op, man. Hé, scheids. En daar is Frank VD. Die ontwijkt deze tackle, maar daar komt de volgende man in het zwart. En nu wel gefloten door Jochem Kamphuis. Die om de hoek woont, thuissluiter dus, Engelbert, op jacht. Ook naar de 1-1, maar achterin staat Arby. Ja, ze staan daar gewoon te voetballen, maar... Ja, wij staan hier hartstikke gezellig. Wij warmen onszelf op, ja. Aan elkaar. Ja. Wat is je naam? Wij hebben de bal, Jordi. Jordi? Jordi. Stijn. Stijn Calvijn heeft goede gesprekken daar terwijl het spel doorgaat en Roy... We hebben van die zakjes... Ja, deze. Oh jongen, hey, dit is echt luister. Top. Dit is echt top. Dit is, dat knijp je zo en dan doe je zo en dan krijg je een hele warme hand. Multifunctioneel zijn ze bovendien. Ja. Gewoon zo. Oh, dit is lekker, hè? Ja, ik heb hem hier. Dit is lekker, jongen. Ja, je kan overal stoppen. De fans verwarmen zich aan groene Groningse rook en meester AK Kennisclips doet dit goed en sterk. En dan Frank, en die doet ineens dit, bijzondere wipper. Frank, kom op! Veel Frank-fans aan de kant en Calvinisten. Dit is Rijn, voor wie de loper wordt uitgelegd en een schot aangeraakt. Calvijn, misschien dan nog, en daar komt Sebastian. Die doet gelukkig net geen brobbietje. Dat schot werd nog aangeraakt en kon daarom niet worden geklemd door die keeper. Kelvin loert op zijn goaltje. Is het dichtbij hier? Gaat hij nog scoren? Het is in ieder geval een heel fanatiek begin van de wedstrijd. Bij de tegenstander een meisje, niet deze staart, maar deze. En die wordt keihard aangepakt door Frank. No mercy, hoppa, gras eten. Prima, op de bal, dat meisje valt voor hem. Dan is er geklungel daarachterin. Frank profiteert, kan gaan schieten en dat scheelde heel weinig hoor. Hij komt nog zelf met een video over dit duel trouwens. En er komen nog heel veel doelpunten. Hier misschien. De voorzet, daar is Kelvin. Calvijn. En Jasper weer. En er staat een Hans Kraaij aan de zijlijn. En are you watching Robbie van de Graaf? Oeh, die was er lekker aan. Die ging er strak in. Ik was eigenlijk verbaasd. Lekker. Noah wordt steeds origineler. En de tegenstander staat er een beetje treurig bij. Deze werd donders mooi in het netje geschoten hoor. Eén ding is zeker, ik heb nu volgens Roy Robbie ingehaald. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ja, Jasper staat nu gelijk met Niek op de 8e plek in het topscorersklassement. En daar komt hij weer. En ook nog een assist op Calvijn, de keeper. Maar Calvijns momenten komen echt nog hoor. Mede dankzij vaak trainen in de sportschool. Dan Sebas, uitgeweken naar rechts. En die bal, die gaat op de paal. Die voorzet, want dat was het toch, neem ik aan. Een grote groene golf is het richting Engelbert Kool. Kelvin niet, keepertje Jasper. Dan is daar Marwan, prachtig assist. En Sebas, hoppa, die zit erin. 0-3. En dus tijd voor een feestje. Woe! Wat een blok. Ah. Lekker. Maar VAR, was het Hens of was het geen Hens? Ik denk het wel. Ik denk het niet. Kijk maar, daar zou het dan Hens moeten zijn. Hij telt. Sebas maakt zijn 29ste voor de creators. Alleen Arsenio maakte er meer. Hij telt gewoon. Hij telt inderdaad. En Timo is even assistent scheids. Speels met spuitbus. Met deze vrije trap. Die precies op het grote Groningse hoofd van Kelvin wordt gelegd. En dan enorm gelukt voor Ricky. Omdat hij precies achter die paal een panna deluxe om de oren krijgt van dat meisje.
Reacties genoeg erop. Nee, ja, Panna, de luxe, zeg maar. Ik dacht dat ik haar wel kon lezen. Want ja, je hoorde het goed, er was ook nog een meisje. Nog een keer, let vooral op de reacties van de andere Creators FC-spelers... na deze Panna door de benen van Ricky. Auw. Door mijn benen. Ja. Daar lag mijn mannelijkheid op het gras. Echt mannelijk is Frank hier, want die bikkelt er zo op los, zeg. En dan, die nul. Zou die voor het eerst in 7,5 jaar blijven staan? Ik denk het niet. Noah, goeie Casillas-redding, zeg maar. De aanval loopt nog door. En hier komt een actie. Ja, daar komt een actie. Dan nog de voorzet. En voor open doel, gemist. Helemaal verkeerd geraakt. De nul staat nog, want dit gebeurde er ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat een misser. Ook uniek na deze borstpaas van Sebas Marouan, die een kopduel wint. Ook dat komt in de krant hoor. Sebas, nu op links. En gaat u daar maar liggen. Marouan loopt de boel te flessen, leidt zo af en komt dan met dit goede schot met een flesje in zijn hand. We zitten dan in de stervende tellen van de eerste helft. De nul staat nog steeds. En Ricky gaat dan in de achtervolging in die stervende tellen en doet dan dit. En dus wordt er een strafschop gegeven. Ik stond perfect, dus ik kon er precies tussenin kijken. En daar, ja, daar zag ik gewoon dat hij hem wegtrok. Terecht? Maar daarvoor schopte die gozer mij al neer. Ik denk, nou even rennen. En ik raakte hem inderdaad aan zijn arm. Maar ja, hij ging liggen alsof hij ging breakdansen. Zo deed die tegenstander. Ongeveer. Hij had wel gelijk dat hij daarvoor werd aangetikt. Maar dat was zo licht. Noah keept 1 helft. Houdt hij daar in de 0. 46e minuut, Rogier en... Nee, niet de 0. Het was wel een dikke goal hoor. 1-3 en schiet hem gewoon in de kruising. Ik zit nog in de hoek! Maar hij is gewoon te goed genomen. En dus is de conclusie... Ik kan er niks aan doen. Zo verdwijnt de 0. Net daarvoor voorspeld door deze fan achter het doel. Het komt nog, hè? Ja, het komt nog. Nou, heb je zin gekregen? Ja. Geef even een duimpje omhoog voor deze Engelbert supporter. En, heel zuur, gelijk daarna wordt er gefloten voor het einde van de eerste helft. Maar komt er toch nog een VAR-moment daarna? Ja, het was sowieso, de VAR kwam nog nadat ik voor de rust had gefloten. Dus ik zei ook, kom dan gewoon gelijk, dan heb ik er wat aan. Bij het terugkijken is dit de conclusie. Het is overduidelijk! Het is overduidelijk! Zwalbouwen! Wat is zwalbouwen? Maar als je nou tijdens de wedstrijd even laat zien. Noah wordt getroost. Dus Edward edit hij er even in. Hij blijkt 1 vriend te hebben en Roy doet een diepte-interview in de rust. Dat is wel een mooie goal, hè, Wils? Ja. Sorry! Wist je trouwens dat ik de club ook sponsor? Kijk maar even daar naar het bord. Het bord van Roy. Straks gaat Frank keepen. Heel bijzonder is er het gekke koeienverhaal en... Ik heb namelijk iemand voor speciaal voor Ricky meegenomen. Ja. En dan het verhaal van de dag. Dus ik was onderweg naar hier. 2 uur rijden. En ik kom en er zitten 3 à 4 koeien op de weg. Liggen. Dus ik boer Ajoep. Ik zeg, jongen, ik ben al een beetje te laat. Hoe krijg ik die koeien weg van de weg? Weg van de weg, rij met hem. Dat is echt gebeurd. Hij zegt dus tegen mij, je moet aan zijn staart trekken en een beetje naar links trekken. Nou, ik het doen. Die koe springt omhoog en ik krijg een volle pegel tegen elkaar. Dit komt daardoor. Wie trekt hem ook aan een koe? Ja, grap, ik zit te toeteren, ze gaan niet aan de kant. Ik zit gasten geven, ze gaan niet aan de kant. Tuteren. Er is maar liefst €2700 opgehaald voor het goede doel, de Hersenstichting. Perfecte organisatie daar in Groningen. En wat geweldig dat de spelers hiervoor komen voetballen in het Hoge Noorden. En dan denkt Frank dat die legendkeeper Tony van Leeuwen is. Dit zijn mijn eerste minuten ooit van mijn hele carrière als keeper, dus... De eerste bal op doel weet hij zonder handschoenen nog aan te stoppen. Heel goed gedaan. Voor de tweede bal op doel in zijn warming-up bukt hij. Petje af. En de derde bal met alles erop en eraan stopt hij. Of toch niet, dit wordt een interessante helft. Ik vond het wel prima gaan. Ja. Ja. Ook de tegenstander heeft een nieuwe keeper. Die doet dit in zijn warming-up. Maar kort daarna ook een geweldige zweefzeef. Een heel nieuw team daar. Ze gaan verjongen en ook vervrouwen. Ja, even duimpje omhoog en abonneren. De tweede helft gaat van start. Kelvin is goed opgevoed, stelt zich netjes voor. En Roy vindt dat het als een huis staat daarachterin.
De grens heeft last van zijn hamstring. Een vrouwelijke grens zou dan van haarstring last hebben. Twee ballen liggen daar klaar voor Frank. Dit is eerst de balcontact ver over de middenlijn. En oh, ze lopen elkaar er in de weg. Daar gaat ze Bas. En legt hij hem opzij. Zelf. Goal. Easy goal. Gelijk raak. 1-4. Heerlijk. Mag je dit weer eigenlijk maar, voetballen? Hoe ging het nou? Het stond ineens vrij. Nee, veel. Zo ging het doelpunt assist van Frank. De kenners weten dat op waarde te schatten. Ah, ik sta 2 minuten in het veld, meteen een assist. Ik weet ook niet hoe dat kan. Een no-assist dus van Frank, die zo geweldig begint aan zijn keeperscarrière en dat veert met de fans. Roy dan. Niet lekker terug op Frank, sorry daarvoor. Hij houdt die bal binnen, maar dan een overtreding. Is dit een strafschop? Hij legt hem de buiten. Geweldig, die scheidsrechter Kamphuis. Hier komt wel de eerste bal op doel van Frank. Veel mensen daar, binnengehouden. Dan een blonde start met het hoofd tegen de bal en Frank. Kiep kiep hoera, hij stopt hem. Geslaagd voor dit eerste testje. En mooi hoe Frank zich als een panter op de bal gooide. Sebas, doel is om Kelvin te laten scoren. Nou, bijna. Kelvin en zijn kans. Dat Arby nog scoort is kansloos. Maar in ieder geval, ik viel. Ik wou mezelf opvangen. En mijn duim rekte op en die knakte als het ware door. In ieder geval, het voelde alsof er echt iets brak of scheurde. Heftig. Het weer wordt ook steeds heftiger. En Engelbert sterker. Frank dekt hier de korte hoek goed af, hoor. Zo dus, in de herhaling, de redding van Frank. Er volgt wel een hoekschop. Die wordt zo genomen en dan kan daar iemand helemaal vrij koppen tussen 3 man in. Maar Frank heeft zijn nul nog steeds. Dan deze combinatie. En die is goed hoor, dat meisje kan ballen. En hij, Ingmar, kan scoren. 2-4 is het. Veldspeler Noah geeft dan nog wat tips na dit doelpunt tegen voor Frank. Dus wat je moet doen is blijven wachten, ja. De nul is niet meer gehouden. Van de ene hand naar de andere. En hij gaat toch die hard. Hij gaat we gaan alsnog even erin. Tuurlijk. Hoezo niet. Maar duimpje voor deze video. Duimpje voor deze video. Bedankt voor het kijken. Abonneer. Laat een leuke reactie achter. Hey, comment even wat in de volgende video gezegd moet worden. Arby gaat spelen met een... Nutella. Nutella. Oh nee, dat is... Nutella. Nutella. Ik bedoel Mietella. Nutella. Dan gaat Timo precies daar staan. Ik denk, kom gewoon even kijken. Hij gaat dat meisje dekken. Nou, stond ik. Ja. Timo staat er dus in de vrouwdekking. Er komt steeds meer sneeuw trouwens. En er is een uitbraak van de Bert van Engelbert. Die dan goed paast. Frank twijfelt, maar dat loopt goed af. Engelbert gelooft er nog in met het jonge team. De voorzet en de kopbal. En Frank met de reflex. Toch nog een doelpunt. Nee, wat een moment zeg. En wat een redding van Frank VD. Wat een scrimmage en wat strijden ze voor elkaar als een team. En wat vieren ze het verdedigen daar zo met z'n allen prachtig. Vervolgens zien we Ricky. Die draait goed weg van zijn tegenstander. Doet dan als eerbetoon aan Frans Beckenbauer. Dit loopje, mooi rechtop. De paas is ook goed. Jasper is snel. Jasper en hij past precies. Weer scoort Jasper fit. Robbie, heb je het gezien? En weer is dat doelpunt fantastisch in beeld gebracht hoor. Cameraman wil ik bedanken. Ik ook. En als u om de hattrick te vieren, Mr. Beast zal trots zijn op hem en Timo viert het zo. Maar het is nog niet gedaan hoor. Engelbert heeft ook een echt vriendenteam. Frank komt met steeds betere reddingen. En richting dat clubhuis waar het hele dorp Engelbert in past. Alleen het naar buiten slaan van Frank kan misschien nog wat beter. De druk wordt wel steeds groter. Net als de chaos daarachterin. Kijk maar. Beetje half weggekopt. Beetje hoog houden daar. Beetje springen. En dan is daar ineens het opzij leggen. En het schot van Ingmar volgens mij. En in ieder geval de 3-5. Kon Frank daar wat aan doen? Nou, nee. Hij weet nu hoe Noah zich steeds moet voelen. Timo zegt dat hij wil gaan vlaggen straks. En Roy ontdekt dat zijn tegenstander juf is. Een collega. Calvin gaat dan voor een doelpunt. En die keeper heeft er geen zin in. En Jasper is on fire. Knap binnengeschoten hoor. Nu gaat zo'n konijntje. Ik weet niet wat je eet, maar ik wil het ook eten. Is die lek dit toch? Het verschil is zo weer 3 na dit doelpunt. En let dan op, er wordt een panna uitgedeeld aan de scheids.
En Arsenio gaat op zoek naar Calvin. En ja, daar staat hij en daar schiet hij naast. Hij komt wel steeds dichter bij zijn droom scoren in Groningen. Een nieuwe grens daar door die hamstringblessure. En Engelbert blijft het geloof hebben. En dat helpt, want hier komt Bart. En het is een beetje oliebol, maar wel 4-6. Frank weer kansloos. Op deze inzet. En Emilio zegt dan vervolgens, haha, ik ga jou eens even voorbij. Ook hij zoekt naar Calvin. Nou, dat grote Groningse hoofd is niet te missen. Joehoe! Wat een goal. Hij slaat hem binnen. Daar is hij dan. Met die doelwedder. Daar is hij. Lekker zeg. Let's go! Ja, dit is mijn vriend. 2 jaar geleden heb ik hem Hij kon niet scoren bij mij. Ik heb hem een meter bier beloofd als ik niet scoorde. Die ben ik je nog steeds verschuldigd. Goed. Maar is het nu weer... Ja, nou staat het goed. Nu hoeft het niet meer. Okay. Dan een spontane striptease daar. En nog een keer, die goal. 2 jaar geleden speelden ze ook tegen elkaar. En nu weet Calvin de keeper zo te passeren. Een historisch doelpunt is het. 4-7 en nu willen ze meer hoor. Sebas, met het schot dat wordt gestopt. Hallo, daar is Calvin en dat was wel een kansje hoor. Zeker wanneer je hem nog een keer bekijkt van achter het doel. En wat een dramatiek. Naar het missen van deze kans. Wat volgt is even verstoppertje spelen. En Frank is natuurlijk uitstekend met zijn voeten. Daagt hier dat meisje uit. Maar komt dan wel heel ver van zijn huis. Het gaat hier fout. En hoe duur is die fout? Herstelt hij het zelf? Nou, nee, toch niet. Het wordt 5-7 door Kira. Wordt het toch weer spannend. Roy dook er nog dapper naar de hoek, maar dit was tevergeefs wel een momentje hoor. Voor dat meisje. En Frank blijft populair. Frank is on fire. En dat zingen helpt, want nu gaat hij even laten zien hoe sterk hij is. Opdrukken met klap achter de rug. Jawel hoor, prima. Ondertussen, aan de andere kant. Emilio met de scharen en haha, strafschop en geel. Is het terecht? Nog eens kijken, daar links, de sliding, de bal en Emilio worden geraakt. Wat vind jij de grens? Timo vindt het een strafschop en ik eigenlijk ook. Dat been ging gewoon te hoog tegen dat van Emilio aan, maar wie gaat hem nemen dan? Ik heb nog nooit van mijn leven een penalty gescoord, maar dat weten zij niet. Jan Kruijf staat. Ja. Nee, Wie is dat? Team overlegt daarom. Ik doe dit nooit. Mag ik wel? Calvin gaat hem nemen, maar hoe? Hij doet het zo en net als Gio ooit tegen Brederodes. Hoog over. Tegenvallertje is dit. En niet zomaar uit te wissen. Ja. Dit is voor altijd. Laat mij nooit meer een panel mee. Ik zou zeggen, herhaal hem nog een keer. Tuurlijk, van achter het doel ziet het er zo uit, niet veel beter. En herhaal hem nog een keer, zou ik zeggen. Op speciaal verzoek en weer zit hij er net niet in. Oh, je hebt verschillende angles. Oh, en we hebben nog Ricky, dus we hebben nog een... Deze angle met deze reactie. Can't handle the pressure. I can't. Zo'n goede tactiek. Wat is dit? Het is nu wel even mooi geweest. Wil je hulp? Je kan altijd contact opnemen met marwan.nl. Stuur een mail, toch? Ja, voor mensen die hetzelfde zijn overkomen. Zeker. En die bal is nog steeds bezig aan haar rondje om de aarde. Emilio danst daar steeds vaker tegenstanders omver. Emilio naar Sebas. Dit is Arsenio, de Creators FC topscorer. Maar vandaag scoren lijkt me lastig vanuit die hoek. Maar niet onmogelijk voor hem. Arsenio doet het weer. Goeie goal. Ja toch? Ik weet niet hoeveel het staat eigenlijk, man. 5-8 staat het. De score loopt nog aardig op zo met dank aan die keeper. En Calvin die gaat hem daarna troosten. Maar er komt nog meer bijzonders. Dit schot bijvoorbeeld, dit schot. Vooral de redding van Frank was prima. Die voelt dat de bal door de sneeuw wat glad was. Slipgevaar dus. Zij zorgt er nog even voor dat ze er netjes uitziet. En Timo... Hallo, voice over. Hey Timo, en let dan op. Arby,
die natuurlijk niet op zijn pols wil vallen. Daarom zo onderuit gaat, beetje knullig. En deze kans en de geweldige redding van Frank was dat, die zijn goal goed verkleinde. En ook deze gaat er niet in. Frank groeit in zijn keepersrol. Heerlijke redding was dit. En dit ook fijn natuurlijk voor hem. Marouan, die wil ook nog wel een goaltje meepikken. Hier niet. Calvin met zijn tweede. Nee. Of toch nee, maar dat heeft een reden. Ik had na die goal, had ik gewoon even dit zo moeten doen. Maar hij wordt niet gewisseld en krijgt daarom nog deze kans, niet zijn laatste. Niet te missen kansen bestaan niet, kansen missen wel. En dan aan de kant een familiemomentje. Mijn zoon, Noah, gaat zijn debuut maken omdat zijn vader pijn in zijn knie heeft. Ja, shout-out naar de zoon van Roy. Talent van zijn vader. Noah van Rossum krijgt een staande ovatie bij zijn debuut van zijn vader. Ja, een staande ovatie. Dat is geweldig. Emilio. Weer handig hoor. Emilio en weer zo'n harde voorzet op de paal. Of was het een schot? 10 minuten nog. Deze gast heeft zich warm aangekleed. Baalt dat zijn schot hier gestopt wordt en mist daardoor het doelpunt van zijn teamgenoot Rogier. Frank, een beetje een lucky, kreeg die bal precies via de paal op zijn achterlijf en legt hem zo klaar voor dat doelpunt. 6-8. 5 minuten nu nog. Rijn worstelt zich langs zijn tegenstander, die strijder, die soldaat. En waar is Calvin dan? Daar rechts en daarachter Emilio. En ook die scoort. Lekker. Wij scoren, ik heb je beloofd toch? Ik heb je beloofd, hè? 6-9, wedstrijd beslist, maar nog niet klaar hoor. En ik heb het gewoon gedaan. Ik ben trots op mezelf. En dan wordt Timo wapperwappie. Die helft is niet voor mij dan, toch? Ja. Weet je überhaupt wat je moet doen nee, met ik de vlag? Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet dat achter de man buiten spel is, maar ik ben natuurlijk wel een klein beetje voor de creators. Dus als ik gewoon niet vlag, heeft hij het ook niet door. Mooi! Dan Calvin nog, die anders in het veld staat, na zijn goal. Ja, daarna ben ik een beetje een mannetje. Ik dacht, ik own deze hele wedstrijd. Ik ga dit even allemaal fixen. Nou. Daar komt hij. Zijn tweede. Afgeven. Ja, 1-2. Ja, en nachtmerrie. Hij had zomaar een hattrick vandaag kunnen maken, maar dat lukt zo niet. Wat een kansen zeg. Nog 1 minuut dan. Arsenio wil er nog wel eentje maken. Arsenio met de actie. De slalom. Het schot, komt dat er ook nog? Ja, het lukt bijna. En Calvin en keeper en Marouan. Nou, hard was die zeker. Maar Marouan is beter in paardrijden en koeienverhalen vertellen. Komt er nog een 10e goal voor de creators? Het is dan gestopt met zachtjes nemen. We gaan naar de extra speeltijd. Dit is Rijn. Rijn op Marouan. Dribbel de dribbel. Calvin leidt eraf met een zwalbe. En Marouan maakt de 10e voor de creators. 10-10-10. Maar hoe ging dat? Ik weet niet of dat is raar gedoepeld of is die van mij. Maar ik tel hem als die van mij. Loepzuiver. Het schot van Marouan werd nog aangeraakt. Vandaar dat gegrabbel van die keeper. Marouan krijgt hem op zijn naam. 10-6 voor de creators. En dat is ook gelijk de eindstand. Want gelijk daarna fluit de prima scheids Kamphuis af. Dit scheelt om leuke reacties. Als je de replay van de panel afkijkt, zie je dat het... Ja, het was echt een haar. Het was zo'n stukje. Ja. Collega's geven elkaar complimenten. Lekker zeg. Hey. Glenn Helder kijkt mee. En de wedstrijd in 1 woord, Calvin? Het was weer turbulent. Het was een turbulente dag. En Frank? Ik had 1 grote blunder. Ik ging lopen en lopen en toen had ik kortsluiting. Blij. Kel heeft gescoord. Ook blij mee. Ja, dankjewel. Want hoeveel wedstrijden in je leven heb jij gekiept? Komt erop neer dat ik het fout heb gedaan. Nul. Helemaal niks. Geen top. Ik heb het toch geprobeerd. Maar ik zat echt volle focus. Val niet op die hand. Jouw distributie? De ballen die gingen heel lekker naar voren. Haha, Emilio. Ja, we hebben gestopt, hè? Ik heb het gezegd, toch? Is goed, hè, dit? Hè? Ja, ik had echt nog een heel vet verhaal. Deze handen hebben het vandaag gedaan. Ja, het was echt koud. Gesprek van de dag. Even wat koeienmelk en dan peer ik hem weer. Voorzichtig trouwens, met die koeien. Kijk, weet je wat voor ons is? Wij kunnen in ieder geval niet schreeuwen. Scheid, je kan niet fluiten. Ja, dat zeggen we wel eens, maar ja, tegen jou. Toch doen ze het. Ja. Ik ben hartstikke mooi gesneeuwd hier. Er was geen wit laagje op het veld. Maar ja, ik heb wel een mooie panel. Hem zo even net niet erop geschoten. Dus ja, hartstikke mooi toch? Of niet dan, Roy? €2700 voor de Hessenstichting.
Dit is... Ik ben 1 meter 12 ongeveer. Dit ding is 88 centimeter hoog. Ik ga ermee slapen. Ik wil mijn zus bedanken voor alle steun die ze altijd heeft gegeven voor mij. Wat onrustig, joh. Jongens, we zijn hier aan het interviewen. Wat is dit nou? Sorry. Oh, jongens. Nee, dus, hey, komt er nog een goede vraag of is dit het gewoon? Oh, ik dacht, ik ben fair, man, sorry. Hij is bezig met de beker. Hij zit met zijn hoofd in de wolken. Hele lange historie. Dan zie je dat rond het jaar 0, als je toen al een achternaam had... Roy, iedereen is al weggeklikt. Ik even uit, er kan zo'n koe oversteken. Ik geef het even mee. Hé, hey, wat een kutverhaal was dat, hé? Hey. Abonneren. Oh. Nee, en liken, man. Ja. En een reactie. Dat hoor je te doen, hè? Ja, ja. Natuurlijk. Maar abonneer is het belangrijkste. En het is ongelooflijk, maar na 7,5 jaar hebben we eindelijk merchandising. Jezus! Als je nou meer lines wil bestellen, ga naar de website. Oké, tot zover. Dik vet, peace. Dank aan de Hersenstichting en dank aan de topfans die in de kou kwamen kijken. En de Groningse groeten uit Engelbert. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.